Dus we gaan weer al een vervolg op de beste oefeningen volgens het beest. Dus we gaan nu naar de volgende oefening. En dat is bent over rows. In principe, dat is niet moeilijk. Dat is heel simpel. Maar dat is een van de beste basisoefeningen voor een hele dikke en sterke rug te krijgen. Dus de bedoeling is gewoon, je tilt de bar op. Ga je poep gewoon naar achteren, een beetje naar voren buigen. En gewoon de bar naar je buik brengen, terug laten zakken. De techniek is heel belangrijk. Vooral, je moet je een brug maken. Je rug blijft recht. Je poep naar achter. En al wat er mag bewegen, zijn je armen. Meer niet. Dus dat gaan we nu laten zien wat je eigenlijk moet doen. Oké? Goed kijken, hè, man. Heel belangrijk, hè? Vooral die techniek. Hè? Dus weer al naast het lichaam. Ga naar voren buigen. Dus je ziet mijn poep buigt. Hè? En gewoon hup naar de buik. Hup. 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 Niet moeilijk. Niet gemakkelijk. Je kunt dat rustig doen, gelijk dit. De bedoeling is eigenlijk dat je zwaarder gaat pakken en echt agressief gaat werken. Oké. Okay. Wie dat gezien hebben, ik breng mijn duimen aan dezelfde kant. Voor mij is dat makkelijker, omdat ik zo een sterkere grip creëer. Verstaat u mij? Maar dat is ook nog met die bicepsblessure. Is ook een beetje moeilijker. Maar ik vind dat je sterkere vingers krijgt. Betere grip. Dus oké. Okay. Je kunt dat eens proberen in een regime. Dat is heel goed. Dus ik hoop dat je het snapt. Probeer dat eens. Test die techniek. En film jezelf. En vergelijk hem gewoon. Oké, man. Dus vooral rug recht houden. Poep naar achter. Hoest trekken. En stevig in de buik. Agressief houden. Oké? Okay? Oké, man. Volgende ding.